Hey, what's good, Kelfam? Ik ben hier ook. Niet in mijn eigen huis. We are the better place, people. Oh ja, ik ben trouwens ook niet alleen. Ik ben het samen met Sarah! Jongens, meisjes, what's good? Het is een feestje, Senna. Hallo. Hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Je hebt een gekke zonnestraal op je hoofd. Wow, ja. Yeah. Wow, je bent uitgekozen door onze schepper om deze paprika op te eten. Jongens, leuk dat we hier zijn. Jullie vragen je ongetwijfeld af. Yo, Kelvin, waarom ben jij niet gewoon in je oud vertrouwde woonkamer? Waar is Otje en shit? Yo, what's happening? Dat gaat Senna nu uitleggen. We zijn in de slagerij. We zijn in de slagerij. Hey. Bra, bra, bra. Poef, poef, pa. Mochten mensen nou Senna niet kennen, stel jezelf even voor. Ik ben Senna. Ook een YouTube-kanaal. Dikke, enge zelfpromotie. Ben jij Enzo Knol of zo? Ja. Ik ben hier met Senna omdat we vandaag iets hartstikke leuks gaan doen. Namelijk, we gaan vlees eten. Huh? Echt? Dat wist je al, maar je doet nu al zo. lekker bezig. Oh shit. Nee. Kom op, nou beloof ik het echt. Goed zo. We zijn hier vandaag met een reden, namelijk wij hadden allebei zin in vlees. En daarom zijn we naar de slagerij gegaan. Maar we zijn ook nog hier met een andere reden. Namelijk het volgende. Senna, geef me een tromgeroffel. We zijn hier namelijk voor de dag van de slager. Hey, was good. Hey! Namelijk 24, 25 en 26 mei is het de dag van de slager. En dan vraag jij je af, yo, hey, Calvin en Senna, wat is de dag van de slager? Is de dag waarop alle slagers hun deuren openslaan om jou te verwelkomen. Om jouw kennis te laten maken met het onwijs fantastische vak wat heet het slagersvak. En mocht je nou denken, hey, doet mijn slagerij wel mee? Dan kun je even op de eerste link in de beschrijving klikken. Want daar staat precies welke slagerijen er in Nederland meedoen. Zodat jij weet, hey, die donderdag of vrijdag of zaterdag laat ik even mijn PlayStation links liggen. Wandel ik even de slagerij binnen en zeg ik, hey, what's good met jouw beroep dan? Tot zover de eerste introductie. Het plan is dus als volgt, we krijgen hier een vleesje, daar gaan wij van chappen. En eigenlijk moeten we afzonderlijk van elkaar raden wat voor stuk vlees het is. Dus welk dier het is, want ja, nieuwsflash. Vlees is afkomstig van dieren. What? Niet dat niemand het weet, maar sommige mensen vergeten het. Maar hey, it's okay. Dat is Lion King. Ja, toch altijd die Disney referentie. Dat is wat we gaan doen. Ben je klaar voor het allereerste stukje vlees? Ja. Oké, let's go. Bring in the meat! Hey Arend. Kijkies. Hey Arend, gaat het goed? Gaat super. Arend en ik kennen elkaar al jaren. Jarend. Dankjewel. Dankjewel. Dank u. Dank u. Ja, je gaat natuurlijk niet vertellen wat het is. Het is heel goed te proeven wat het is. Oké, dankjewel Arend. We gaan even lekker smikkelen, papies. Senna, ben je ready? Ja. Smakelijk eten. Hop, hop, hop. Chop your life away. Oké. Dit is some good stuff. Ja, er gebeurt nu gewoon precies waar ik de hele tijd al bang voor was. Ik vind het gewoon lekker, maar ik heb geen idee. Ik ook! Ik heb geen idee wat het is. Ja, je moet een gokje wagen. Ja, ik weet het. Ja? Oké, 3, 2, 1, varken! Hey! Oh shit! Ja, we juichen wel, we weten helemaal niet of het goed is. Nee. Arend! Ik weet niet of we nu zeg maar iemand hebben beledigd in het slagersvak of niet. Of was het varken? Ja, dit was inderdaad varken. Yeah! Lekker set. Deze mag je weer meenemen. Ladies and gentlemen, het staat 1-1. Ik zou zeggen, we gaan gewoon door met een stukje vlees nummer 2. Yo, Adam. Kijk eens. Oh man. Nieuw plankje. Oh man, goddamn. That looks very nice. Piece of meat, man. Ben je klaar? Oké, ja. Of durf je niet meer? Jawel. Of ben je bang? Nee. Oké. Wow, wil jij mij even niet zo morsen? We zijn hier te gast. Oké, okay. I think I know it! Ik denk dat ik precies wist vanaf het moment dat ik dit gekke diertje hier zag zitten. Ik wist meteen wat het was. Ik kan niet. Ladies and gentlemen, this is Senna Bella thinking about the food that she just ate. And gonna guess what animal it is. Thank you very much. Like the video to while you wait. Oké, okay. Zijn we klaar? Nee. 3, 2, 1, kip! Schaap. Kip! Echt geen kip! Ziet dit eruit als swarma? Dit is geen kip! Mogelijke kip? Nou, hoezo is het wel schaap dan? Nee, ook geen schaap. Heb je ooit broodje swarma gehad? Ja. Ik denk dat we onze therapeut er even bij moeten halen. Mm. Arend! Oké, we gaan een teamsong bedenken voor Arend, oké? Arend, 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 Arend. Hey, leuk dat je bent. Ja. Oké, laat ik het zo zeggen. Heeft één van ons het goed? Eén van jullie heeft het goed. Oké, spannend. Hey, zeg het maar. Het was een mooi gebraden kippetje. Nee! We got it. I'm out of here. I'm out of here.
Ja, een kip aan het spit. Daar heb ik het pootje van geplukt. Komt er nog schaap vandaag? Ja, dat ga ik niet vertellen. Oké, okay. Arend houdt het mysterieus. Ben je ready voor stuk vlees nummer 3? Ja. Lekker, Senna. Let's go. Bring in. Part 3. Kijk eens. Ja hoor. Nieuw stukje. Hallo. Dag vlees. Look at it. Just smell it. Lekker. Ja, is lekker. Kom. Drink. Hij smaakt. Ik wil even. Wow. Dit is lekker, jongen. Als het slagersdom een religie was Arend gewoon de god. Eerlijk. Ja. Dit is toch chill? Ja. Sorry, ik heb een beetje zuur op je trui geworden. Krijg het hier voorgeschoteld alsof het niks is, maar het smaakt gewoon een stukje hemel in je mond. Ik ga eerlijk met je zijn. Nina, ik hou van je. Maar hier is het vlees, het wordt gewoon echt... Het wordt gewoon goed bereid hier. Ga ik elke avond gewoon hier eten. Maar de vraag van vandaag is natuurlijk, Senna, heb je een beetje een idee? Ja. Oh ja, ik moet natuurlijk van dier. Je moet natuurlijk raden. Oh, jij wou gewoon zeggen, hamburger. Ja! Ja. Hamburger is geen dier. Nee. Ben je klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1, koe! Ja, ik had ook koe. Ik wist even niet meer wat ik ja, ik wacht expres op jou, want anders ga je mijn antwoord jatten. Arend, ik heb je net vergeleken met God. Dan zeg ik dank je dat. Ja, dat vind ik wel. Dat is wel heftig, hè? Dingetje. Dat is redelijk heftig. De vraag is natuurlijk, wat is het? Hamburger sowieso. Oké. Okay. Lekker zijn, goed. Ja, die lopen niet in de wei, dus dit is een mooi stukje rundvlees. Dus hadden we het goed? Van de koe. Lekker! Hey, party in de dancefloor. Vertel, wat voor koe is het dan? Is het een Schotse hooglander? Nee, dit is een blonde Aquitaine. Het is echt een vleesras. Komt uit de regio Waterland. Gehouden door hobbyboeren. Topstuk vlees. Oké, okay, we gaan door. Bring in piece number 4 of the meat. Sen, ik heb gehoord dat het nu serieus gaat worden. Ja. We krijgen nu iets voorgeschoteld waarvan men zegt dat het nogal interessant kan zijn. Oh ja, dit is trouwens Josja. Hey Josja. Alles goed? Josja is mijn moeder. We hadden net een teken opgenomen waarin ik zei dat ze mijn vriendin was, maar toen stond de microfoon uit. Zij is een beetje lullig om twee keer dezelfde grap te maken. Vind je Josja een beetje aardig? Ja. Josja heeft dit voor ons gemaakt. Wat is het? Ja, dat ga ik je niet vertellen. Oh, oké. Okay. Zij snapt hoe het spelletje werkt. Hey. Oké, okay, maar het ziet er wel een beetje gevaarlijk uit. Ja, je gaat er niet dood van. Dus okay. Je kunt het proberen, echt waar. Oké, okay, ik vertrouw je. Voor de mensen die net niet hebben opgelet, het ziet eruit als rauw vlees. Ja. En waarschijnlijk kun je het gewoon lekker eten. Hier, dit lepeltje is voor jou. Ja. Jenny, ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja. Geniet. Ja, er zit een beetje zout en peper op, maar ik vind niet dat het heel veel smaak heeft ofzo. Ik vind het wel stoer dat je het eet hoor. Want het is wel een beetje gek. Ja, maar serieus. Ik vind het echt een beetje eng. Ik heb het gewoon nog op. Ja. Ik ben nog steeds aan het kouden. Ja. Zo, je gaat er nog even voor. Ja. Ik laat hem even staan. Het gaat er natuurlijk niet om of we het lekker vinden of niet. Het gaat erom dat we raden wat voor dier het is. En ik zal je even één ding vertellen. Ik heb geen idee. Oké, okay, ik ga gewoon wat. Oké, ik ga wat raden. Ik ga ook. Ik ga gewoon wat zeggen. Ik heb al iets bedacht. 3, 2, 1. Wat wou ik zeggen? Nee, ik wou iets anders zeggen. Wat zei jij? Geit, dat zou ik zeggen. Wou je zeggen geit? Ja. Hoe is dat nou een geit? Dat... Lekker geitje. Misschien heb je het wel goed, hè? Jury, komt u maar. Pardon. Sorry, dames en heren. Dat is even boetje. Lach me nou uit, kom op boetje. Ja. Hi, Josja. Kom gezellig bij. Hoe vond jij het? Ja, ik vond het een beetje raar smaak eigenlijk. Ja, en wat was jullie antwoord nou? Ik zei haas en jij zei? Ik zei geit. En denken jullie dat jullie het goed hebben? Ik denk van niet. Nee. Nou, daar kan ik jullie gelijk mee geven, want het is niet goed. Nee! Wow. We fail! Wat was het wel? Het was hetzelfde stukje vlees als van de hamburger daarnet. Het was gewoon van de koe. Echt? Echt waar. Ja, maar dit is niet eerlijk! Ik kan niet altijd winnen. Nee, oké, dat is waar. Senna, het zit niet altijd mee in het leven. Ja. Soms zit het ook gewoon even tegen. Belangrijk is dat je dan gewoon doorzet, oké? Ja. Zijn we klaar voor stuk 5? Stuk 5! Yes! Go! Hey yo, Kelvin, what's good? Staat het? 3-2 nog steeds. Ja, het staat 3-2. Ja, ja. 3 voor mij, 2 voor Senna. Dit is je moment, Sen. Ja. This is your moment. Ja. Zo. Nou, dit ziet er wel echt knijt goed uit. Wow, ja. Ik ga niet voor je liegen. Hey, wat is het? Ja, dat ga ik je alweer niet vertellen. Oké. Okay. Ga het maar even proberen. Ja, we gaan het lekker proberen. Dankjewel, Josja. Komt-ie. Ben je ready? Ja. Zo, dit is een goeie, jongen. Verdorie. Ik denk dus bij zulke soort dingen in eerste instantie altijd aan biefstuk. Waarvan je zou denken, koe. Maar we hebben al 2 keer koe gehad. Dus dat zou heel raar zijn als het nog een keer koe is. Toch? Ja, maar het zou ook wel weer een beetje zijn dat je denkt juist wat jij denkt. Maar juist toch. What? Dat het dan toch koe is. Ja.
Weet je iets? Denk je te weten? Ja, ik denk het. Weet jij eerst even je mond leeg, jonge dame. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe het dan even. Dankjewel. Dit was de algemene info voor deze aflevering. Klaar voor? Ja. Oké. 3, 2, 1. Kom! Lam! Josja, kom erbij! Hey, dag lieverd. Hoi. Heeft een van ons het goed? Ja, één van jullie. Maar wie? Maar wie heeft het goed? Vertel het ons. Ah! Nee! Nee! Lekker! Ik ga in staking. Ik stop ermee. Ik kap ermee. Of nee, toch niet? Zal ik jullie even vertellen wat het is? Ja, vertel eens wat meer over dit lekkere verrassingje. Het is een stukje buffet en dat is van de blonde Aquitaine. Dat is van het stukje rundvlees dat jullie er straks ook hadden gehad. Het was gewoon weer! Je moet niet te diep nadenken. Nee, maar straks komt weer. Nee. Als ik nu weer koe ga doen, dan word ik wild. Ja, gaat gelijk. Ja, yes. Dan is de finale extra spannend. Ja. Bring in the last piece of meat! De finale. Yes. Het gaat gebeuren, mensen. Oh my gosh. It's happening. Oh ja. Yeah. Vraagje. Nou, vertel. Wat is Nego? Laat ik het zo zeggen, is hij moeilijk? Dat weet ik niet. Wat, lijkt hij moeilijk? Hij lijkt wel een beetje moeilijk. Oké, en dat is een goede finale, toch? Ja, dat is zo. Goed finale product. Oké, we gaan... Gaan maar even proberen. We gaan even lekker proberen, al. Jenny? Ja. Yeah. Eet smakelijk, hè? Ja. Yeah. De strijd, de spanning is weer snijden, mensen. Maakt een beetje wildachtig. Ja. Een beetje wilderig. Hé, hey, ik ga je vertellen. Ik krijg het makkelijk door de slokdarm. En daarmee bedoel ik dat ik het lekker vind. Ik heb echt geen idee, maar ik denk dat ik heb een antwoord voor mezelf. Ja, ik ga maar gewoon wat zeggen. Ik weet eigenlijk niet, maar... Alsjeblieft, deze is voor jou. Thanks. Are you ready? Ja. 3, 2, 1. Haas! Ik zei haas, zij zei geit. Zal ik het antwoord zeggen? Zeg dat jij het, zeg het antwoord. Jullie hebben het beide fout. Ah, man. Dat is wel een beetje om te huilen, hè? Ja, dit is wel een beetje triest. Oké. Okay. Zal ik vertellen? Zeg het is een stukje varkensvlees en dat is 12 uur lang gegaard op de barbecue. En daarom is het zo zacht. Okay. Zo lang gegaard heeft op de barbecue. We hebben geen winnaar. Misschien doen we dit keer gewoon een gelijkspel. Misschien is een gelijkspel ook wel eens goed. Ja. Fuck! Nee! Ik wou zo graag winnen. Ik ook. Hé, hey, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer maar weer. Later! Doei.